Ja, je ziet het goed. Over 20 dagen, dan is het zover. Dan zal Fortnite OG hoogstwaarschijnlijk verdwijnen. En ik ga uitleggen waarom dat zo is. Ja, waarschijnlijk iets niet wat je graag wilt horen. Namelijk: Fortnite OG die verdwijnt. Ja, dat willen we natuurlijk allemaal niet. Hier ook een poosje van Hypix. Hij vraagt hier: uh, we willen het graag als een separate mode. En. Heel erg veel mensen zijn het daarmee eens, aan de likes te zien, maar ook aan de reacties. Je merkt het aan iedereen, allemaal streamers die zeggen positieve dingen over de game op dit moment. Ook Dion en ik hebben in de, uh, de afgelopen podcast, waren we heel erg te spreken over dit seizoen. En ik kan dat nog steeds zeggen, ik heb namelijk meerdere potjes gespeeld en het is super. De map is goed, de wapens zijn goed en al die dingen bij elkaar maakt het toch wel een beetje dat ook leakers bang worden voor de volgende chap die eraan gaat komen. Want. Waarschijnlijk gaat Fortnite OG verdwijnen. Daar kom ik zo meteen op terug. Maar ja, ze zijn niet voor niets bang, hè? Ik bedoel, we hebben de oude wapens terug waar iedereen tevreden mee is: de balance, looppool en heels. Natuurlijk ook de oude mappen niet te vergeten. En ja, less is better. Oftewel, er zit minder in de game. Waardoor mensen gewoon meer tevreden zijn met de game. En ik snap dat heel erg goed. Het was natuurlijk wel heel veel wat ze naar de game hadden gebracht, bijvoorbeeld dit item. Wat had ik daar een hekel aan? Ja, dat moest er natuurlijk in door een samenwerking. En ja, samenwerkingen, die hebben we natuurlijk in chapter 1 best wel weinig gehad. En ja, dat soort grote samenwerkingen in ieder geval niet. Dus toen had je dat allemaal niet. Maar goed, in de laatste paar chapters hebben we dat natuurlijk heel erg veel gezien. En naar mijn mening was dat wel ja, een, een, een minpuntje. Maar goed, wat weten we over de volgende chapter en waarom gaat Fortnite OG verdwijnen? Nou, ik zal het nu. Gaan uitleggen. Namelijk, we hebben een aantal teasers gekregen. Namelijk, een aantal creators die hebben stukjes tekst ontvangen. En die zijn toch wel interessant, laat ik het zo noemen. De eerste: Fortnite will change this year. Oké, okay, dus dit jaar nog, dus in december, zal Fortnite volledig veranderen. En ja, dat gaan ze waarschijnlijk doen. Ik denk eerlijk gezegd dat Chapter 5 een seizoen gaat worden. Of ja, een seizoen, een hele chapter eigenlijk. Waarin ze allemaal dingen gaan proberen. Dus ze gaan kijken wat we leuk vinden. Ze gaan kijken ook wat we niet leuk vinden. En er zullen dingen in zitten die we niet leuk vinden. Maar er zullen ook dingen zijn die we waarschijnlijk geweldig gaan vinden. Dan het volgende stukje tekst. After the OG season, things will get even more exciting. Dus na het OG-seizoen, waar we nu in zitten, gaat het nog, nog beter worden, is wat ze zeggen. Ik ben benieuwd of dat kan. Ik weet niet wat ze in petto hebben. Ze moeten natuurlijk met nieuwe dingen komen. Maar of ze het OG-seizoen kunnen overtreffen, ik ben heel erg benieuwd. Ze hebben het in het verleden ook gezegd. En dat viel het soms tegen. Dus ja, uh, we moeten dit met een korreltje zout nemen. Maar goed, alleen al deze zin laat dan we wel blijken dat hierna OG-seizoen voorbij is. En ja, dat het ook dus niet. Meer terug gaat komen als een aparte game modus. Daarnaast hebben ze ook dit stukje tekst: uh, The Big Bang right after Fortnite OG. Ja, we weten natuurlijk over 20 dagen ...dan komt er een mega live event aan, namelijk het Black Hole Event 2.0. Dus er komt weer een Big Bang en daaruit komt natuurlijk weer een nieuwe wereld en daar kunnen we dan uh, van gaan genieten in Chapter 5. Maar goed, dat duurt nog wel eventjes, want uh, waarschijnlijk gaan we weer twee. Tot drie dagen downtime krijgen. Dat wordt dan de tweede keer in historie dat Fortnite voor meerdere dagen plat ligt. Natuurlijk, hij heeft wel een keertje voor één dag plat gelegen, omdat de servers volgens mij overbelast zijn. Maar dit doen ze, zeg maar, expres. Natuurlijk, om die hype op te bouwen voor Chapter 5. Iedereen is natuurlijk super benieuwd. En ja, als jij ook benieuwd bent abonneer dan eventjes op dit kanaal, want wij zullen alle leaks over ook chapter 5 gewoon droppen. Maar goed, ik wil het eventjes hebben dus over chapter 5. Ja, we weten in principe nog best wel weinig, maar er zijn al wel een paar dingetjes geleakt. Dus ik ga dat eventjes combineren in deze video, want we hebben er al wel een paar behandeld. Maar laat ik, laat ik eventjes beginnen met het volgende. Natuurlijk, dit wordt de nieuwe map. Dus ja, wist je dan nog niet? Dit is de chapter 5 map. Die is eigenlijk al wel een beetje geleakt. Dus dat lijkt wel een beetje op de Grote die we nu hebben. Dus ik verwacht ook weer 100 man in de lobby's en niet meer. Wat ik eigenlijk wel jammer vind. Ik had eerlijk gezegd gehoopt dat ze misschien een grotere map gingen maken. waarbij ook 200 man in de battle bus zat. Dat zou wel heel erg tof zijn. Maar goed, dat hebben ze niet gedaan. Uh, tenminste, het lijkt erop. Dus dat is in ieder geval de nieuwe map. Dan. Wat we waarschijnlijk gaan krijgen is een nieuw soort map. Namelijk een open wereld. En we gaan ook een soort van Rocket League Racing Mode gaan uh, krijgen. Dus wat we in GTA ook hebben, dat je kan. Racen en zo en een open wereld, ja, dat gaan we dus krijgen. Dus ik ben heel erg benieuwd. Het kan zijn dat dit de geliekte MMORPG is van Fortnite. Al verwacht ik het eerlijk gezegd nog niet, omdat dat veel langer duurt om te developen. Maar goed, we krijgen iets met een open world dan. Het volgende. First person. Het zou kunnen dat dit erin gaat komen, maar eh, dat is ook nog niet helemaal zeker. Wel weten we dat dat eraan gaat komen en het zou zeker weten iets heel groot zijn. Dus ze hebben natuurlijk gezegd dat Fortnite gaat veranderen. First person is een van die dingen die dat inderdaad zou kunnen doen. Daarnaast free freerunnen, dus wat je op de muren kan rennen. Eigenlijk wat we natuurlijk ook wel een beetje zagen bij verschillende Call of Duty games, dat je over de muren heen kon rennen en op die manier natuurlijk toffe kills kon maken, et cetera, et cetera. Dus dat is ook wel heel erg tof. Daarnaast in de map, gaan we even terug naar de map, komen waarschijnlijk verschillende biems, dus wat we natuurlijk ook in Minecraft hebben, maar dan niet zomaar zeg standaard denken in een sneeuwmap, een jungle map, nee echt van die aparte. Daarnaast gaan we natuurlijk ook het winterseizoen in en daarbij horen natuurlijk ook winterelementen zoals bijvoorbeeld een ice grenade en de ice grenade launcher. Ik ben benieuwd wat dat gaat zijn. Ja, daarnaast komen ook een aantal dingetjes weer terug in de game, bijvoorbeeld de pizza party, uh, de ice grappler die krijgen. Ook weer de Anvil Rocket Launcher. En wat we ook uh, terugkrijgen waarschijnlijk zijn grind rails. Dus waar je overheen kunt uh, railen, grinden, whatever. Je snapt wat ik bedoel. En ja, dan misschien wel de grootste collab die ze ooit gaan doen. Die komt er wellicht in. En dat is een Lego Collaboration. Ja, <laughs> wat ze daarmee gaan doen. Ze hebben heel erg veel beloofd. Namelijk een hele metaverse met Lego. Ik ben heel erg benieuwd. Niemand weet eigenlijk nog. Dus daar heb ik niet heel erg veel info over. Maar als het er komt, weet ik wel zeker dat het heel erg groot gaat zijn. Dus ja, Fortnite OG. Euh, nog maar 20 dagen. En daarna gaan we over naar een hele grote verandering. Waarschijnlijk kunnen ze ook Fortnite OG echt niet erin laten. Omdat al die collaborations in het nieuwe seizoen zo hard mogelijk gepusht moeten worden. Daar verdient namelijk Fortnite heel erg veel geld mee. Als er bijvoorbeeld een Spider-Man inkomt. Of een andere skin. Of een andere samenwerking, een bepaalde map change bijvoorbeeld. Daar verdienen ze super veel geld mee. En als heel veel mensen nog Fortnite OG spelen, wat waarschijnlijk zo zou zijn wanneer er een nieuwe chapter ook uitkomt, stel die twee zullen allebei speelbaar zijn, dan weet ik zeker dat de helft gewoon nog OG blijft spelen, waardoor die collaborations gewoon minder succesvol zijn. Ja, natuurlijk, het gaat ook over geld, maar heel eerlijk gezegd, ik hoop wel stiekem dat Fortnite OG in een later tijdstip wel weer terug gaat komen, want het is wel iets wat. Wat iedereen denk ik wil. En als jij dat ook wil, laat dat dan eventjes achter met een duimpje omhoog. Dus een duimpje omhoog betekent dat je Fortnite OG heel erg graag wilt behouden. Hey, of we krijgen gewoon deze map, weet je. Dan hebben we Fortnite OG, dan hebben we allemaal andere chapters in één... ...en dan mogen duizend mensen tegelijkertijd spannen. Oké, okay, dat, dat zal wel een beetje heel erg druk zijn. Ja, we gaan het gewoon zien, weet je. Over twintig dagen dan pas komt het evenement. We zullen er live bij zijn. In de tussentijd komen er natuurlijk nog veel meer video's. Samen, maar ik vond het even leuk om deze video te maken. Dan zijn jullie weer up to date. En ik ook. Uh, dames en heren, bedankt voor het kijken. Druk nog eventjes op het duimpje omhoog als je dit soort video's top vindt. Abonneren kan hier beneden. Dat is zakte veel gevraagd. En tot de volgende. Peace out.